Onwaarschijnlijkheid, daar ging ik bijna. En dan wil ik je graag het woord geven. Oké, bedankt. De eerste vraag is of het geluid goed staat afgesteld. Ben ik goed, maar niet te hard te horen? Maar, nou, hartelijk welkom. Dit is waarschijnlijk de laatste lezing die u allemaal vandaag hoort. Ik begin met een dramatisch beeld waarvan de meesten het zullen herkennen. Wat is het? Ja, het is het bombardement van Nijmegen, van de benedenstad in ieder geval. En dit heeft op een aantal manieren met toeval te maken, deze trieste gebeurtenis. De ene manier is dat het bombardement toevallig was, in de zin dat het onbedoeld was. Dus een van de rode draden door dit verhaal heen is dat toeval veel betekenissen heeft. En een daarvan is onbedoeld. En daar zijn twee scenario's zelfs voor. Het ene scenario is dat ze eigenlijk Kleve wilden bombarderen, maar door een navigatiefout per ongeluk Nijmegen hebben gebombardeerd. Het andere scenario schijnt te zijn dat ze wel degelijk Nijmegen wilden bombarderen, maar dan het stationscomplex, omdat dat van militair belang was voor de Duitsers. Maar dat het bombardement zo onnauwkeurig was dat ze de benedenstand in plaats daarvan hebben gedaan. Dus dat is één link met toeval. Maar er is een andere link die mij persoonlijk betreft. En dat is eigenlijk de reden dat ik dit laat zien. En dat is het volgende. Ik heb heel lang in Cambridge gewerkt. En ik kom daar nog steeds heel vaak. En alle beelden van Harry Potter die zijn daarover waar. Dus als je daar gaat lunchen of dineren, dan is dat in een grote hal met hele lange tafels. Daar zitten heel veel mensen. En ook als je met een groep bent, dan is het erg onbeleefd om met je eigen groep apart te gaan zitten. Dus de etiketten bij dat soort lunches en diners is dat je aanschuift bij degene die daar zit. En nou, vaak weet je niet wie dat is, soms wel. Maar dat zijn dus toevallige ontmoetingen in een vrij beperkte betekenis van het woord. Maar let op, 2 jaar geleden was ik daar op bezoek ook weer. Ik was daar toen al lang structureel weg, maar had een reden om daar te zijn. En ik schoof aan en ik kwam te zitten naast een duidelijk heel oude man. Hij bleek later 94 te zijn. Wat ook weer typisch is voor Cambridge, want veel van die oudere mannen, als ze ongetrouwd waren, dan blijven ze in hun college wonen en dineren ze ook lunches in hun college. En het eerste toeval was dat ik een boek van hem kende. Dus hij was theoretisch fysicus. Ik wist ook wie hij was. Hij stelde zich voor, hij heette Richard Eden. En had een belangrijk leerboek geschreven over elementaire deeltjesfysica, wat ik ook tenminste had doorgebladerd ooit, dus dat was mooi. En toen vroeg hij waar ik vandaan kwam. Toen zei ik, nou, in Nijmegen. Toen zei hij een tijdje niks. En toen dacht ik, nou, dit is een probleem wat wij hebben. Dus in het buitenland heeft iedereen wel van Amsterdam en Leiden gehoord. Maar niet van Nijmegen vaak. Dus daar moeten wij tegen opboksen. Maar toen dacht ik, Engelsen of Amerikanen, die hebben wel vaak van Nijmegen en Groesbeek en Arnhem gehoord vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dus toen vroeg ik naar Nijmegen, you know, the city that was inadvertently bombed in the Second World War. Toen zei hij nog langer niks. En uiteindelijk bleek dat hij dat gedaan had. Dus voor hij inderdaad theoretisch deeltjesfysicus, wat was hij, piloot? En wat ook weer heel toevallig is dat hij het heeft overleefd. Want 80% van de piloten die bombardementen op Europa uitvoerden vanuit Engeland, die zijn ook nog eens omgekomen. Dus het toeval was zeer groot. En dit is een speciaal soort toeval die dus anders is dan het niet bedoelde bombardement, wat toevallig is. En zo komen we straks bij een hele waaier. Dus ik heb, dit wordt een serieus verhaal, want we hebben een uur, als ik het goed begrijp. Dat is mooi, we kunnen dus echt iets doen. En u bent een serieus publiek. Dus ik heb een aantal dingen die ik graag kwijt wil en die als rode draad door deze voordracht gaan lopen. Nou, één daarvan, en dat blijkt al uit het vorige voorbeeld een beetje, toeval heeft vele gezichten. Dus er is niet één vorm van toeval, het is een soort containerbegrip. En daar moet je je weg in vinden. Zelfs toeval in het dagelijks leven heeft al een aantal varianten. Later kom ik dan op toeval in de wetenschap. Dat heeft weer een aantal andere varianten. Sommige raken aan toeval in het dagelijks leven. Sommige zijn ook echt puur, zeg maar, van academisch belang. En sommige zitten daartussenin. Bijvoorbeeld de oorsprong van kanker, daar zal ik ook iets over vertellen. Dat zit in tussen dagelijks leven en wetenschap. En dat raakt elkaar ook. En dat is eigenlijk
heel interessant om op te helderen. Dus dat is één thema. Er zijn heel veel vormen van toeval en ik probeer een leidraad te geven hoe je daar toch over kan denken in die enorme verscheidenheid. Een ander punt wat mij steeds meer weer opvalt is dat toeval heel moeilijk te herkennen is. En ook heel moeilijk te definiëren. Dat is mede omdat er zoveel vormen van zijn. Maar vaak ook omdat je niet... Het is heel subtiel. Ik zal er allemaal voorbeelden van geven. Dat het gewoon niet duidelijk is of iets toevallig is. En dan moet je ook nog het juiste begrip toeval daaraan koppelen als het toevallig is. Dus dat is iets. En tenslotte, ik hoop eigenlijk dat we daar niet aan toekomen. Maar misschien ook wel, want dan kunnen we een discussie voeren. Dus in mijn ogen ondermijnt toeval doelgerichtheid en zingeving. Dus van alle andere onderdelen van mijn voordeel ben ik eigenlijk wel zeker dat dat juist is, de informatie die ik daarover ga geven. Het laatste is meer een discussiepunt, maar het is voor mij wel eigenlijk de reden om hierin geïnteresseerd te zijn. Ik vind het wel belangrijk. Oh, wat is dit? Wacht. Even kijken, misschien moet ik dat ding niet gebruiken. Dit is helemaal niet de bedoeling. We gaan terug naar af. Ik ga dat maar handmatig bedienen. Dus ik begin met een wiskundig voorbeeld. En dat is ook het enige wiskundige voorbeeld. Ik ben eigenlijk wiskundige. Maar ik zal u daar niet te veel mee lastigvallen. Maar dit is heel interessant en heel goed begrepen als voorbeeld van mijn punt. Hoe moeilijk toeval vaak te herkennen is. Dus ik heb hier twee cijferreeksen. De een is blauw en de andere is rood. En ik zou zeggen op het eerste gezicht, maar ook op het tweede, derde, vierde en vijfde gezicht, maken die beide echt een heel toevallige indruk. Dus er zijn allemaal tests die je uit kan voeren op cijferreeksen met de vraag of ze toevallig zijn of niet. En één test is bijvoorbeeld dat alle cijfers ongeveer even vaak voorkomen. In dit geval is dat 0 tot en met 9. Nou, die komen ongeveer even vaak voor. Maar dat is natuurlijk niet een beslissende test. Want als je denkt aan reeksen met alleen maar 0 en 1, dan zou je zeggen 0, 1, 0, 1, 0, 1. Daar komen ze ook even vaak voor, 0 en 1, maar die is natuurlijk helemaal niet toevallig. Dus je hebt vervolgtest, dat als cijfers even vaak voorkomen, dat ze dan ook in willekeurige volgordes allemaal moeten voorkomen. Nou, er zijn honderden van dat soort tests, die zijn ook van groot belang voor cryptografie bijvoorbeeld. En die twee cijferreeksen voldoen aan al die tests. En die zijn dus op het eerste gezicht beide compleet toevallig. In de Engelse zin random, dat dekt de lading eigenlijk nog beter. Maar, ik geef ze hier nog een keer, de blauwe reeks, die is echt toevallig. Op een hele absolute manier die ik later iets nader zal specificeren. Die is gegenereerd door een kwantummechanische random generator. De klassieke toevalsgeneratoren die zijn eigenlijk niet echt toevallig genoeg. Maar uit kwantummechanica, waar ik op terug zou komen, weten we dat wel. Daar is geen touw aan vast te knopen, er zit geen enkel patroon of ordening in. Dat is helemaal duidelijk. De tweede is een vrij laat deel van de decimale expansie van het getal pi. Dus als ik het begin had genomen, 3, 14, 1, 5, 9, 2, dan had... sommigen hadden dat al gezien. Nee, dat is niet toevallig, dat is een deel van pi. Maar als je verderop kijkt bij pi, dan weet niemand meer uit zijn hoofd wat die decimalen zijn. Maar die doorstaan ook al die tests. Dus al die random tests, die doorstaat pi ook. De getallen komen, de cijfers komen even vaak voor. Ze komen in willekeurige volgordes voor en zo. En niettemin is er een heel groot verschil tussen die twee rijen. De bovenste is dus echt toevallig. En de tweede is een berekenbare rij. Dus je kan gewoon een computerprogramma van 5 regels schrijven. En dat berekent pi en daar zit geen enkel toeval. Dus het is compleet duidelijk wat de volgende decimaal steeds is. En dat is ook de definitie van toeval die in de wiskunde wordt gebruikt. Dus dit is ook weer een voorbeeld niet alleen van de eerste rode draad, dat het vaak moeilijk is om te zien of iets toevallig is of niet. Maar ook dat er veel vormen van toeval zijn en dat je ze precies moet definiëren. En de wiskundige definitie van een toevalsgetal of een toevallig getal is dat de reeks niet kan worden gegenereerd door een computerprogramma dat korter is dan die reeks zelf. Je kan natuurlijk, als je een heel lang getal op ieder computerprogramma de opdracht geven, print dat getal en dan geef je dat getal en dat programma print dat getal. Dus op zich, het criterium dat iets door een computer kan worden aangemaakt is niet beslissend. Het beslissende punt is dat het niet kan door een programma wat wezenlijk korter is
dan die rij. En bij Pi kan dat dus wel. Je kan een programma van 5 regels en die zal alle ontelbaar vele miljarden decimalen uitspuwen. En dat zit allemaal in die 5 regels. Maar het bovenste getal kan niet op die manier gecomprimeerd worden. Dus dat is ook een manier om dit te zeggen. Een toevallig getal kan niet gecomprimeerd worden. Dus heel veel technologie is daar ook op gebaseerd. Dus op het wel of niet kunnen comprimeren van databestanden. En om nog één laag dieper te gaan, ik zie dat er ook tenminste één wiskundige in de zaal zit. Er is een stelling van meneer Chaitin die heel diep is en die vooral van belang is omdat hij voor mij de ongrijpbaarheid van het begrip toeval formaliseert. En die stelling houdt in dat je niet aan een getal zelf kan zien of het toevallig is. En dat is technisch gespecificeerd. Er bestaat niet een algoritme wat een getal inneemt en uitspuwt of dat een toevallig getal is of niet. Het is een zeer diepe stelling die volgt uit en is equivalent met wat heet de onvolledigheidsstelling van Gödel. En dat heeft te maken met het verschil tussen waarheid en bewijsbaarheid in wiskunde. Dit gaat dus meteen heel diep. Maar gewoon op conceptueel niveau is dit het. Toeval is ongrijpbaar en zelfs met extreme wiskundige precisie, zoals in dit soort context, heb je zo'n stelling dat je dus niet aan een getal zelf kan zien of het toevallig is of niet. Je moet meer weten over het getal, bijvoorbeeld hoe het gemaakt is. En dat is niet alleen zo in de wiskunde. Dus dit schilderij, ik neem, ja? Dat is zelfs wel zeker, want alle cijferreeksen komen voor in de expansie van pi. Maar dat maakt hem niet minder toevallig. Dit is trouwens een hele goede vraag, daar moeten we het een keer over hebben. Ik hoop dat dit de anderen niet in de war brengt. Dus het is waar, hier kunnen we het lang over hebben. Dus ieder boek, als je dat digitaliseert, dan komt die reeks cijfers die dat boek eigenlijk geeft, die komt voor in de expansie van pi. Dit soort dingen zijn al helemaal gek van te worden. Oké, maar ik wou de wiskunde eigenlijk zo snel mogelijk verlaten om niet iedereen van mij te vervreemden. Het geldt ook voor andere vormen van menselijke uitingen, zoals kunst, of een productie toevallig is of niet. Ik denk dat de schilder, dat is een schilderij van Pollock inderdaad. Ik vind dat zelf erg mooi en ik zou het ook graag hebben. Pollock heeft eigenlijk een soort reputatie, zoals ook de Nederlandse cobra schilders, van iemand die eigenlijk altijd dronken was en met verf naar zijn doek smeet. Als je dat beseft, dan lijkt dit heel toevallig. Dus het had er ook compleet anders uit kunnen zien. Het is niet rommelig, maar het lijkt wel heel toevallig. Maar, er is natuurlijk heel veel bekend over Pollock. Er staat een film bijvoorbeeld op internet die ik erg interessant vindt, die heet Pollock Painting. Daarin worden mensen over hem geïnterviewd, hij wordt geïnterviewd, hij komt aan het woord. Je ziet hem aan het werk. En wat de portée is van die film en ook alles wat verder over hem bekend is, dat hij extreem precies juist te werk ging. Dus hij was heel zorgvuldig in de keuze van zijn materialen. Als je hem ziet werken, dus zijn doeken lagen op de grond, dat was al revolutionair van hem. Maar wat hij doet, hij laat een drupje verf vallen en dan dan loopt hij er eens echt gewoon iets van 10 minuten omheen om dat doek. En dan gaat hij naar zijn kwasten, dan heel zorgvuldig uitgekoste gezochte kwast. En dan weer een drupje. Dus hij doet ook weken over zijn schilderij. Dus hij gaat er extreem precies te werk. En iedere illusie, iedere vorm van toeval is eigenlijk een illusie. Dat maakt die schilderijen ook heel knap, vind ik. Dus dat is ook weer het thema. Toeval is heel moeilijk te herkennen. Een ander voorbeeld waar we meer mee te maken hebben, dat is gewoon het gooien van kop of munt. Bijvoorbeeld bij het begin van een voetbalwedstrijd door de scheidsrechter. Dus ik neem aan dat veel mensen dat ook als echt iets heel toevalligs zien. Maar als je daar als natuurkundige naar kijkt, dan is dat helemaal niet toevallig. Want de uitkomst van de worp is volledig bepaald door de begincondities. En dat zijn eigenlijk twee, namelijk de verticale snelheid, eigenlijk hoe hoog je hem gooit. En ook hoe je hem laat draaien. En die moeten beide hoog zijn om in ieder geval de illusie van toeval te wekken. Nou, als je gewoon een munt omhoog gooit zonder te draaien, dan valt hij op zijn oorspronkelijke kant. Dan is het duidelijk dat er geen enkel toeval is. Maar als je hem een beetje laat draaien, dan kan je het nog steeds manipuleren, zodat je eigenlijk de uitkomst kan bepalen door het gooien. Maar hoe sneller je hem laat draaien en hoe hoger je hem gooit, hoe moeilijker dat wordt. En dat kan je zien in wat dan een natuurkundige fasediagram heet. Dus de tijd is eigenlijk ook evenredig met de snelheid. Dus hoe verder je komt, hoe hoger de verticale snelheid en hoe groter de draaiing,
dan komen de einduitkomsten steeds dichter bij elkaar te liggen. En met andere woorden, de uitkomst is dan steeds gevoeliger. Dus hoe hoger je gooit en hoe harder die draait, dan is de einduitkomst steeds gevoeliger van die beginconditie. En dat geeft de illusie van toeval. Dus dat heet officieel deterministische chaos, maar het woord determinisme, waar ik op terugkom, dat zit daar gewoon in. Dus kop of munt en ook dobbelen, dat zijn geen toevalsprocessen eigenlijk. Het NRC Handelsblad weet dat niet, die krant lees ik dan ook niet. Dit is een interview met mij een paar jaar geleden en ook met Ellen van Wolde, met wie ik toen samenwerkte. Dus de fotograaf of de redactie die vond dat dit dan wel echt een beeld van toeval was. Nou ja, ten eerste geldt hier hetzelfde voor. Op zich kan je de uitkomst van die dobbelstenen gewoon berekenen of voorspellen. Maar daar komt nog iets. Dit is bij mij thuis en die fotograaf. Er zijn iets van 1000 foto's van deze situatie gemaakt voordat de redactie vond dat het er eigenlijk wel toevallig uitzag. Dus dit is helemaal fout als voorbeeld van toeval. En het NRC is ook weer niet zoveel kwalijk te nemen. Want Einstein, vreemd genoeg, dit natuurlijk eigenlijk heel goed wist. Die maakte in feite ook die fout. Dus zijn beroemde woorden, God dobbelt niet, wat eigenlijk een veel langer citaat is. Wat hier staat en wat ik niet zal voorlezen. Maar hij verzette zich tegen de kwantummechanica en het zuivere toeval daarin. Daar kom ik zo op. En hij gebruikte ook die metafoor van God dobbelt niet. Dat was voor hem, God doet niet aan toeval. En dat impliceert als God wel dobbelt, dan doet hij wel aan toeval. Dus dat is precies even misleidend. Het is niet alleen de krant, maar gewoon de grootste fysicus van de 20e eeuw, die zegt dit toch fout. Dus daar kan je ook aan zien hoe subtiel die hele discussie ligt. En dat brengt mij op iets wat dan wel toevallig is, maar er juist weer heel regelmatig uitziet. Dus als je dit met dat schilderij van Pollock vergelijkt, dan was dus mijn inzet, dit lijkt heel toevallig, maar is het eigenlijk niet. Maar deze, die lijkt heel regelmatig, maar is eigenlijk de ultieme vorm van toeval die de natuurkunde kent. Dus wat hier gebeurt, dit is eigenlijk een reconstructie, maar het is te beschouwen als een foto van een deeltjesbotsing. Dus dat is in CERN, dus als u het gebouw binnenkomt, is dat protonvoetbal, dat gaat eigenlijk ook over diezelfde versneller, de LHC. Daar worden elementaire deeltjes, of bijna elementaire deeltjes, op elkaar gebotst en dan krijg je enorm veel vervalproducten en die gaan alle kanten op. En dat wordt vastgelegd. En dat is een zuiver toevallig proces volgens de natuurkunde. En dit is een hele beroemde, omdat hier in het Higgs-boson werd gedetecteerd. Dat is niet eens voor mij te herkennen dat dat zo is. Ik ben eigenlijk deeltjesfysicus, maar net als die man Eden die is Nijmegen had gebombardeerd. Maar de nadere beschouwing van veel van dat soort foto's leidde tot het bewijs dat het Higgs-boson, als zeg maar het laatst ontdekte elementaire deeltje bestaat. Maar niettemin is zo'n configuratie heel toevallig. En met de volgende botsing komt er weer iets heel anders uit, waar het Higgs-boson dan niet in zal zitten. Maar omdat ze alsmaar botsen en honderden miljoenen miljarden botsingen maken, dan waren er ongeveer 20 in een paar jaar waar dat Higgs-boson dan in zat. Dus dat is ook weer een opmerking over toeval. Heel erg onwaarschijnlijke gebeurtenis gebeuren, als er maar genoeg gebeurt. Daar kom ik ook nog op terug. Oké, nou dit brengt mij tot een belangrijk inzicht, wat ik dank aan twee collega's van mij, Christophe Luthi en Carla Rita Palmerino, die hebben mij geleerd iets, zij zijn historici van de filosofie en ook van de wetenschap, en het idee om toeval als tegenpool van iets te definiëren heb ik van hun geleerd, en zij hebben dat uit een soort literatuurstudie uit de oudheid gehaald. Dus wat ze hebben gedaan is het begrip toeval in Griekse en Latijnse teksten bestudeerd. En daar viel het hun op dat je toeval goed in kaart kan brengen, zoals toen gebruikt, door te zeggen wat het niet is. Dus je hebt allemaal, ik probeer dat steeds te zeggen, je hebt allemaal verschillende versies van toeval. Maar in alle gevallen die mij bekend zijn, kan je het precies maken door te zeggen wat het niet is in die gegeven situatie. En zij hebben dat gewoon door het gebruik van toeval in de klassieke tijd ontdekt. En toen bleek dat eigenlijk alle voorbeelden waar ik van hou en die ik leuk vind om uit te leggen, die vallen daar ook onder. Dus dat kan je gebruiken. Dus je kan die verschillende betekenissen van toeval uit elkaar houden door steeds te zeggen wat het niet is of wat de tegenpool is. Bijvoorbeeld dat bombardement, daar begon ik mee, dat was toevallig in de zin dat het niet bedoeld was.
Die ontmoeting met de deeltjesfysicus en de bombardier Richard Eden. Dat was een subtiele vorm van toeval genaamd coïncidentie. Daar zal ik uitvoerig op ingaan, want dat is wat heel veel mensen echt als toeval beschouwen. En daarvan is het essentiële punt wat het niet is. Eerst maar wat er in ieder geval bij hoort. Een coïncidentie is een verrassende samenloop van omstandigheden. Nou, dat was het. Opgevat als zinvol verbonden. Ja, we hadden dat Nijmeegse achtergrond. Maar wat het niet is, ogenschijnlijk zonder causale samenhang. En wat daarmee wordt bedoeld, is dat je twee verhaallijnen hebt die op zich, zeg maar, causaal of verklaarbaar zijn. Namelijk, hij lunchte daar waarschijnlijk iedere dag. En ik werd daar door een gast meegenomen naar dat college. Dat was allemaal heel goed te volgen en na te vertellen waarom dat zo was. Maar het feit dat ik naast hem zat, dat doorbrak de causale keten. Dus je hebt wel twee dingen die ieder verklaarbaar en causaal zijn. Maar de botsing is dat dan niet. Dat was anders geweest als die persoon die mij meenam naar dat college had geweten dat ik uit Nijmegen kwam. Nou, dat wist ze trouwens. Maar ook had geweten dat hij Nijmegen had gebombardeerd en ons bewust naast elkaar had gezet. En dan was het iets heel anders geweest. Dan was het dus geen coincidentie. Dus in het soort denken toeval door de tegenpol, dan is dat de tegenpol is als die causale samenhanger wel zou zijn. Het wiskundige voorbeeld wat ik gaf, de toevalsrij, die is toevallig omdat die niet kan worden gegenereerd door een computerprogramma wat korter is dan die rij zelf. Dus het niet toevallige geval kan wel op die manier worden gegenereerd. Van Dalen, het woordenboek, doet dit niet slecht. Zij het onvolledig. Dus bij toeval, dat is raar, ze beginnen met de definitie, een soort oud woord voor epileptische aanval, dus laten we dat nu niet in beschouwing nemen. Maar de betekenis van toeval volgens Van Dalen in onze zin is een gebeurtenis of omstandigheid die achteraf niet te voorzien, niet te berekenen. Dus zij werken helemaal in die spirit, behalve dat dit een heel eenzijdig beeld van het begrip toeval geeft. Dit is gewoon een van de vele betekenissen. En daar had je van Van Dalen meer mogen verwachten, vind ik. Bijvoorbeeld Oxford, 60 pagina's bijna over het woord toeval. Nou. De botsing tussen deeltjes die ik heb laten zien, en alle botsingen tussen kwantummechanische deeltjes, die is toevallig weer in een iets andere betekenis, tenminste als de kwantummechanica correct is, wat ik denk, die is toevallig omdat deze niet door de begintoestand en de natuurwetten bepaald was. Dus in de klassieke natuurkunde van Newton en tot diep in de 19e eeuw, dacht iedereen dat de uitkomst van alle processen waren bepaald door de natuurwetten en de begintoestand. Er zijn zelfs mensen die dat nog steeds denken, maar de kwantummechanica heeft dat echt doorkruist. En dat is wat we eigenlijk met zuiver toeval bedoelen in de natuurkunde. Het is zelfs met alle kennis van de wereld, natuurwetten nu en in alle eeuwigheid, als je ze allemaal kent, en je kent de begin dan nog, kunnen er onvoorspelbare, onverwachte dingen gebeuren. Wacht, dit is de verkeerde kant. Een ander voorbeeld van toeval als tegenpool van iets wat het niet is. Dit stond eergisteren in de krant. Het is dan de krant die ik wel lees, hoewel ik die ook bijna eigenlijk op wil zeggen. Daar ben ik ook ontevreden over. Maar goed, wat hier staat, laatste publicatie rapport. Oppositie kraakt uitleg minister Ollongren. Dat gaat over het gedoe met die veiligheidsdiensten. Ik hoop niet dat zij alumnus is en nu beledigd wordt door iemand van de Radboud Universiteit. Maar het is schandelijk wat ze deed. Dus dat een rapport over informatieuitwisseling met buitenlandse inlichtingendiensten pas na het referendum over de nieuwe inlichtingenwet werd gepubliceerd, is volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een toevallige samenloop van omstandigheden. Uit later onderzoek komt naar voren dat de minister verzending van het rapport na het referendum verkoos. Dus je kunt, ook als het geen toeval is, kan je dat door die tegenpol bewijzen, namelijk wat het dan wel was. Dus het toevallige samenloop van omstandigheden waarvan zij op hoopten dat iedereen dat zou geloven, is dat het feit dat dat rapport eigenlijk na het debat verscheen, dat dat toevallig was en dat ze daar niks mee te maken had. De werkelijkheid, en daarom is het toch wel fijn dat er journalistiek bestaat, is dat ze dat gewoon zo heeft gemanipuleerd. Dus dat haalt het toeval waar zij een beroep op hoopte te doen onderuit. Oké, nog eentje. Dan moet ik even het geluid aanzetten. Ik hoop dat u dit kunt verdragen.
Matthijs. Ja. De Jong. Snijder. Ja. Ja, goede bal, goede bal. Robben, op weg naar. Op weg naar. Arjen Robben. Oh. Casillas. Ja, ik laat hem nog een keer zien. Ik peper het helemaal in. Ik vind het allemaal vreselijke kerels namelijk. Van Stijn. Past precies. Arjen Robben. En daar heb je tijd om na te denken. En het maakt het er niet makkelijker op. Casillas gaat naar een hoek. Waar de bal niet naartoe gaat, maar heeft zijn benen nog. Belangrijke redding van de Spaanse keeper. Gemiste kans, Arjen Robben. Nou, dit is weer een voorbeeld van toeval als tegenpool. Dus wij in Nederlanders vinden dat een toevallige nederlaag, omdat die niet verdiend was. We hadden namelijk verdiend om te winnen. Spanjaarden denken daar heel anders over. Dus die zeggen niet alleen dat Spanje beter was, maar die vinden het beslissende moment van de wedstrijd niet dit, maar dat, hoe heette die man, Nigel de Jong, een soort karatetrap gaf en daar geen rood voor kreeg. Dus dat vinden Spanjaarden eigenlijk een schande. In de normale gang van zaken had hij rood gekregen. Dan hadden ze ook nog een man meer en ze waren al beter. En daar waren wij ingemaakt. Dus het standpunt dat Nederland toevallig verloor, omdat hij dus net via de kleine teen van die keeper nog naast ging, dat is uiterst subjectief. En een van de redenen dat ik dit voorbeeld toch geef, is dat dat heel vaak voorkomt. Dus toeval buiten een strikt wetenschappelijk kader is in the eye of the beholder. Het hangt heel vaak af van hoe je ergens naar kijkt. En dat maakt het ook interessant. Dus dat weerlegt het niet en daar is ook niets tegen. Maar het is wel goed om dat in de gaten te houden. Dus mensen die bijvoorbeeld helemaal niks van bombardementen of oorlogen weten, of van mening zijn dat er voortdurend oorlog is, die zou die ontmoeting met mij en Richard Eden compleet oninteressant vinden. Want bombardementen, dat vinden ze gewoon niet interessant. Maar als je dat zelf nog nooit hebt meegemaakt zoals ik en dat in de geschiedenisboeken leert, dan dat is heel significant een ontmoeting met die het gedaan heeft. Dus met heel veel zeg maar dagelijkse vormen van toeval heb je dat aspect. Het hangt er erg vanaf hoe je er naar kijkt en ook wie er naar kijkt. Dus deze, ik vond het toch wel leuk om te laten zien eigenlijk. Nou, we gaan na dit kleine voetbalintermezzo toch even terug naar natuurkunde, want ik wil nu iets meer de wetenschappelijke kant van toeval belichten. En dus de conclusie van die deeltjesbotsing is dat de manier van toeval die daar van toepassing is, is dat het niet deterministisch is. En het blijkt heel erg moeilijk om dat te definiëren. Dus ik zei al in het begin, toeval is vaak moeilijk te definiëren. Maar soms is zelfs die tegenpol heel moeilijk te definiëren. En dus je kan allemaal filosofische dingen doen rond determinisme. En het is heel erg moeilijk om dat scherp vast te leggen. Het hele begrip natuurwet bijvoorbeeld is eigenlijk hoogst onduidelijk als je er goed naar kijkt. Dus het naïeve begrip van determinisme is dat de uitkomst bepaald is door de begintoestand en de natuurwetten. Maar wat zijn natuurwetten? Zijn dat dingen die in ons hoofd leven of leven ze in de natuur en zijn ze er dan ook als er niemand naar kijkt? Het is een hele moeizame discussie. Vandaar dat ik determinisme veel liever op een soort poëtische manier uitleg, wat eigenlijk de kern beter raakt dan officiële definities uit wetenschapsfilosofie. Dus eigenlijk Democritus, eeuwen geleden, alles dat gebeurt, gebeurt noodzakelijk, is gewoon juist. Die visie op determinisme is niet achterhaald door latere definities. En nog beter en mooier is de Perzische dichter Omar Khayyam. Die heeft, zoals u misschien weet, heel veel kwatrijnen geschreven. Die zijn ook allemaal in Nederlands vertaling te koop. Die zijn heel mooi. De helft gaat over zijn drinken. Dus hij dronk voortdurend wijn. En de andere helft gaat over meer beschouwende zaken. En dus dit is de laatste regel van een kwatrijn. De eerste dag van de schepping schreef wat de dag des oordeels zal lezen. Dat geeft heel mooi het idee van determinisme weer ook. Leibniz, dat is dan een soort filosofisch, logisch, wiskundig concept. Men ziet dat alle gebeurtenissen in de hele wijde wereld zich wiskundig afspelen, zodat iemand die voldoende inzicht heeft in de werking der dingen en bovendien over voldoende geheugenkracht en intelligentie beschikt om alle omstandigheden in aanmerking te nemen, een profeet zou zijn die de toekomst vanuit het heden zou zien alsof hij in een spiegel kijkt. Dus ik geef dit omdat velen van u die er al iets van weten waarschijnlijk de definitie van Laplace kennen via de demon. En die wordt bijna altijd geciteerd als definitie van determinisme. Maar Leibniz had precies dit, maar dan een eeuw eerder.
Dus dit zijn allemaal beelden van determinisme. Het wordt niet helemaal gepinpoint, maar dit geeft allemaal het juiste beeld. En dan is de vraag wat de rol van toeval is in een deterministische wereld. En die vraag is beantwoord door Spinoza en ook anderen, maar Spinoza zegt het heel duidelijk. Dus Spinoza was een soort superdeterminist. Die dacht niet alleen dat de natuurwetten deterministisch waren, maar ook dat er maar één mogelijke natuurwet was. Dat denken ook sommige fysici. Einstein dacht dat bijvoorbeeld, maar dat is helemaal niet duidelijk. Hoe dan ook, wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord der onwetendheid. Dus, en dit vat eigenlijk de hele klassieke visie op toeval samen vanuit determinisme. En of dat determinisme nou fysisch is of theologisch, in de zin dat God eigenlijk alles al bepaald heeft, dat maakt hiervoor niet uit. Dus in zo'n wereldbeeld is toeval altijd gerelateerd aan onwetendheid. En is eigenlijk wat Leibniz zegt, dus als we wel alles hadden geweten, zoals God dat doet, dan bestaat toeval in feite niet. En Spinoza is daar ook heel boos over. Dus dit is uit de Ethica en dat is een passage waarin hij heel veel beledigende dingen zegt over mensen die dit niet begrijpen. Dus kennelijk waren er ook heel veel mensen die dat niet begrepen in die tijd. Dus in een deterministische wereld is toeval de tegenpool van alwetendheid. En dat is weer een ander begrip. Dus in de kwantumwereld, dus eigenlijk de wereld waarin we leven, is toeval dus de tegenpool van determinisme. Maar als je determinisme aanneemt en toch weer een rol voor toeval zoekt, dan is het de tegenpool voor alwetendheid. En dit is voor mij weer een bevestiging hoe goed dat idee is om toeval door de tegenpool te definiëren. Dit zou heel moeilijk zijn, in ieder geval heb ik het niet gezien, om dit op te helderen zonder een dergelijk soort negatieve definitie. Dus dat is allemaal reuze interessant en we denken dus nu dat Spinoza en al die mensen eerder niet gelijk hadden in hun wereldbeeld, want de wereld is niet deterministisch. Nou, nu een iets ander onderwerp, maar wel nog binnen het wetenschappelijke. Dat is toeval in de evolutiebiologie. De vraag is daar wat dat met toeval in de kwantummechanica te maken heeft. Die vraag is onbeantwoord en erg interessant. Maar binnen de evolutiebiologie zelf geldt ook weer die tegenpooldefinitie heel mooi. Dus bij Darwin is de bron van evolutie toevallige variaties in erfelijke eigenschappen, gevolgd door overerving en natuurlijke selectie. Dus dat was het nieuwe idee van Darwin. Op zich was evolutie niet een nieuw idee van Darwin, maar wel dat het op die manier verliep. En dat is min of meer nog steeds zoals men er nu over denkt. Later heeft dan onze eigen Hugo de Vries aangetoond dat die erfelijke variaties mutaties in genen zijn. Nog weer later werd duidelijk dat genen stukken DNA zijn en zo wordt dit allemaal steeds beter begrepen. Maar dat Darwiniaanse idee van toevallige variatie staat eigenlijk nog. En dat is ook heel duidelijk gezegd door Dobzhansky, dat was ook een belangrijk evolutiebioloog in het midden van de 20e eeuw. Mutations are random changes because they occur independently of whether they are beneficial or harmful. Dus de betekenis van toeval in evolutie à la Darwin is precies dit, dat het optreden niets te maken heeft met het al dan niet schadelijk zijn. Dus de reden dat ze er zijn, is zeg maar neutraal ten opzichte van hun effect, hoewel ze dat effect dus wel hebben. Maar het tegendeel, de tegenpool, is dan de evolutie volgens Lamarck, die een voorganger van Darwin was. Dat is dat die mutaties optreden omdat ze het organisme verbeteren. En dan het spreekwoordelijke voorbeeld is de smid, die alsmaar slaat en daardoor steeds meer spieren krijgt. En die hoopt dat zijn zoon ook smid wordt. En door die steeds beter wordende spieren treden ook mutaties op in zijn genen die hij doorgeeft aan zijn zoon, die dan ook sterk is en smid wordt. Dus dat is helemaal fout volgens Darwin. En dit is nog steeds eigenlijk de huidige stand van zaken en een extreem diep inzicht. Nou, het volgende, en dat is dan meer de richting moleculaire biologie, is dat mutaties waar ze dan uiteindelijk door komen, is door fouten in DNA-replicatie. Dus bij celdeling kopieert het erfelijk materiaal in de vorm van DNA. En dat is niet perfect. En de reden dat dat niet perfect is, ligt zelfs in de evolutie zelf. Dat bij perfecte replicatie had helemaal geen evolutie opgetreden. Dus dat zit een soort gebakken in de noodzaak om überhaupt evolutie te hebben. Niettemin is het aantal fouten heel gering. Dus het menselijk genoom, dat bestaat ongeveer 3 miljard bazenparen, dus G, C, A, T en zo, dat 3 miljard keer. En per kopieeractie van één genoom vindt maar ongeveer één fout plaats.
Dat is extreem indrukwekkend. En dat is omdat er ook een foutcorrectiemechanisme optreedt. Dus er vinden eigenlijk veel meer fouten plaats bij duplicatie van het DNA. Maar dat wordt gecontroleerd door allerlei enzymen. En die weten bijna alle fouten te corrigeren op zeg maar 1 à 2 na, soms ook 0 als je geluk hebt. En dat blijkt, daar is uitvoerige analyse over, dat het feit dat je maar ongeveer 1 fout per replicatie hebt, dat blijkt weer nodig voor zowel stabiliteit van het organisme als toch de mogelijkheid van evolutie. Dus als er te veel kopieerfouten zijn, dan ontaardt, dan gaat gewoon het organisme dood. En als er te weinig zijn, dan is er geen evolutie mogelijk. Dus de natuur heeft er precies voor gezorgd dat die ene fout per kopieer, dat het draagt. Het maakt het relatief stabiel, het organisme, en toch is er de mogelijkheid van evolutie. Dus dat is allemaal heel precies en mooi geregeld in de natuur. Maar er is natuurlijk ook een schaduwzijde, omdat evolutie, mutaties waar evolutie door komt neutraal zijn, ze kunnen voor je en ze kunnen tegen je spreken. Dus die sterkere spieren die hadden toevallig kunnen ontstaan in de zoon, maar hij had ook een genetische ziekte kunnen hebben. En de oorsprong van kanker is een voorbeeld daarvan. Dus dit is niet zo mijn gebied, want ik ben wiskundige en theoretisch fysicus. Maar ik heb het volgende uitgezocht toen mijn vader overleed. Dat was vorig jaar nu ongeveer. En die overleed op 91-jarige leeftijd aan kanker van de 12-vingerige darm. Hij was zelf chirurg en ook oncoloog in zijn werkzame leven. Dus hij begreep dat allemaal heel goed. Maar hij had een soort ouderwets beeld van kanker, waardoor hij toch ook weer niet begreep. Want hij was nooit ziek geweest eigenlijk in zijn leven. Er was geen kanker van enige vorm in zijn hele familie. Hij rookte niet, hij dronk een glas wijn per week of zo. Hij tenniste nog op zijn 90ste. Dus hij begreep wat er hem overkwam. En hij nam ook niemand iets kwalijk. Maar ik wou hem toch vanuit de huidige literatuur proberen uit te leggen hoe je daarover kan denken. En toen heb ik dat allemaal uitgezocht. En het volgende is het geval. Wat al veel langer bekend is, vanaf ongeveer 1980, is überhaupt dat kanker een genetische ziekte is. Dus veroorzaakt door een mutatie in genen, de zogenaamde oncogenen of de tumorsuppressiegenen. Dus je hebt genen die juist wel de celdeling op gang zetten en genen die dat onderdrukken en die kunnen beide ontsporen. En er zijn er 137 die mogelijk als ze beschadigd zijn tot kanker kunnen leiden. Dan moet je niet 1 beschadiging hebben, maar 2 tot 8 of 10. En dat duurt ook heel lang. Dus vaak begint het dan met 1 beschadigd gen en dan 2 jaar later nog eentje. Dus de duur van wat dan tumorigenesis heet in de wetenschappelijke literatuur, dat is 20 tot 30 jaar in veel gevallen. Je hebt ook hele snel, je hebt hersentumoren die heel snel zijn in 24 uur iemand doodmaken. Maar gemiddeld is het toch een hele lange incubatietijd. Johan Cruijff is daar een voorbeeld van. Dus die rookte als een ketter tijdens zijn actieve periode, wat nogal vreemd is voor een topsporter. Maar hij stopte wel na een aantal hartinfarcten, maar hij ging toch dood aan longkanker, zoals u weet. Maar dat was ver nadat hij gestopt was. Dus het heeft een lange tijd nodig. Goed, dit was dus al bekend. Wat veel recenter is, is het inzicht dat het traditionele beeld achter die mutaties grotendeels onjuist is. En dat traditionele beeld was dat die mutaties die dus tot kanker kunnen leiden, door vergiftiging door externe factoren komen, zoals roken, te veel zonnestraling, dus UV-straling, chroom 6, zoals in Nederland in het nieuws was, asbest is een klassieker achter kanker. En dit is nog steeds waar, maar het is nu duidelijk, en echt pas vanaf 2014, 15, dat maar een aantal vormen van kanker beschrijft. En dat vooral maag-darmkanker, en zo ook die 12-vingerige darm, dat een hele andere oorzaak heeft, namelijk volkomen toevallige fouten in het kopiëren van DNA, van stamcellen. Dus dat is ontdekt door Tomasetti, hier moet een I bij, en Vogelstein, dat zijn mensen in de VS en Johns Hopkins. En onze Nederlandse Nobelprijskandidaat Hans Klevers heeft dit ook bevestigd. En de conclusie is dat in feite 2/3 van alle tumoren überhaupt dus toevallig ontstaan. In de zin dat ze niet door een ongezonde levensstijl worden veroorzaakt, maar gewoon door processen die je absoluut niet in de hand hebt, namelijk die celdeling, waardoor steeds 1 van die miljard
bazenparen misschien fout wordt gekopieerd. Dus daar kan geen gezond leven tegenop. En dat verklaarde volledig het overlijden van mijn vader, die ook daar toen vrede mee had. En uiteindelijk, als je dus nergens anders aan dood gaat, dan ga je aan kanker dood. En dat vind ik zeer mooi bevat in een dichtregel, dat is van het gedicht East Coker van T.S. Eliot. In my beginning is my end. En wat niet hij wil zeggen, maar wat ik met dit citaat wil zeggen. Dus de beginning is dat wij het resultaat van evolutie zijn. Dus die kopieerfouten, die waren essentieel voor het ontstaan van geavanceerd leven. Maar het is uiteindelijk dus ook onze dood. Niet roken, dat moet je, is ook allemaal heel slecht. Maar uiteindelijk, al leef je zo gezond als je maar kan, of zoals mijn vader, we gaan dood aan kanker als je niet aan iets anders doodgaat. En dat wordt hier heel mooi door gezegd, al was dat niet zijn bedoeling. Oké, dus nu ga ik weer terug naar een beetje het dagelijks leven en daarna sluit het net zich om toeval heen. En dat is het begrip coïncidentie. Dus ik begon mijn lezing met de coïncidentie dat ik die man Richard Eden heb ontmoet. En daarom heb ik die definitie al gegeven, maar ik geef hem nog een keer. Want ik ben wiskundige en ik redeneer vanuit definities. En het is een hele goede definitie. Dus diaconis en mostellen, dat zijn twee statistici. Diaconis is heel bekend omdat hij ook goochelaar is. En veel is opgetreden bij de ontmaskering van paranormale verschijnselen. Bijvoorbeeld Uri Geller is door hem ontmaskerd. Hij was ook een vijand van de homeopathie. Daar heeft hij allemaal experimenten onderuit gehaald. Ik vind het een hele goede vent. En goed, een coïncidentie, dus dit herhaal ik, is een verrassende samenloop van omstandigheden, opgevat als zinvol verbonden, ogenschijnlijk zonder causale samenhang. Dus er gebeurt een hoop. Er gebeurt dus een hoop in die definitie. Dus het gaat primair om een samenloop van omstandigheden. Die moet verrassend zijn en zinvol opgevat worden. Maar de essentie is dus de tegenpol. Er moet niet een causale, er moet niet een soort regie achter de ontmoeting zitten. En een soort abstract voorbeeld, wat voor mij dan ook weer met Cambridge te maken heeft, is Stephen Hawking. Waarom staat er onwaarschijnlijk erbij dan? Nou, dat is dus het vervolg van mijn verhaal. Okay. Dus onwaarschijnlijk is als eerste indruk. En het vervolg is of dat ook echt zo is. Maar eerst gewoon eens een voorbeeld. Dus Stephen Hawking, die overleed dit jaar op 14 maart. En nou, hij was misschien niet meer in staat om daarop te wijzen, maar hij zou het graag gedaan hebben dat ook de geboortedag van Einstein was. Waar hij bij iedere gelegenheid op wees, is dat hij werd geboren precies 300 jaar na de sterfdag van Galilei. Dus hij plaatste zich, het was best een aardige vent, maar hij plaatste zich echt in de lijn Galilei, Newton, Einstein, Hawking. Maar dat is nog niet alles, want op de dag dat hij overleed, gaf ik college over een stelling van hem. En dat college was al lang van tevoren gepland, misschien wel die dag pas voorbereid, maar dat het die dag zou worden gegeven over zijn eerste stelling, waarmee hij ook beroemd werd, de singulariteitenstelling van Hawking, die in feite bewijst dat er een Big Bang moet zijn geweest. Dat is een heel diepe en knappe stelling, eigenlijk zijn beste werk, vind ik ook. En ik gaf dus precies op de dag dat hij overleed, dat college. Dat verliep uitermate slecht, want ik werd vanaf zeg maar 7:30 ochtends al gebeld door De Wereld Draait Door en alle kranten wat ik vond van de dood van Hawking. Dus ik hoorde dat niet uit de kranten, zeg maar, omdat ik daarover gebeld werd. En ik was daar de hele ochtend mee zoek om te zeggen wat ik van hem vond en zo. En dat college was rampzalig, want die stelling is heel moeilijk. En dat had ik iets van 6 uur voor willen bereiden. Maar ik zat die 6 uur aan de telefoon. Oké, dus dat is een typisch voorbeeld van een coïncidentie. Dus de samenloop van omstandigheden is vrij extreem hier. De zinvolle verbondenheid, nou ja, daar kan je het dus over hebben. Dus Hawking voelde dat echt heel sterk, die verbondenheid. Terwijl hij, dus, zoals bekend, een felle atheïst was, een vrij harde wetenschapper ook. Maar zelfs hij was daar toch heel gevoelig voor deze situatie. En aan mijn ding, dat vertel ik er meer voor de grap bij. Maar echt die link met Galileo en Einstein, nogmaals, ik denk dat hij dat zelf wist, maar hij had een gat in de lucht gesprongen als hij het had geweten en als hij dat nog had gekund. Oké, dus coïncidenties. En nou komt de tegenpol. Dus nu ga ik op uw vraag langzaam in. De tegenpol van coïncidenties, ik ga nog even terug.
is dat die causale samenhang er dus wel zou kunnen zijn. En dan is het eigenlijk ook meteen niet meer interessant. En daar zijn twee scenario's voor. En de een is wat heet de common cause en de ander heet de directe beïnvloeding. En omdat wij toch een katholieke universiteit zijn of waren in naam of in geest, heb ik een voorbeeld uit de Bijbel wat heel goed voor mij illustreert wat die dingen betekenden. Dus dit zijn dingen de tegenpol als het niet een coïncidentie is. Ik weet niet of iedereen dat weet en ik leerde het ook niet tijdens mijn katholieke jeugd, maar de volgorde van de evangeliën in het Nieuwe Testament is niet de eigenlijke volgorde. De eigenlijke volgorde is Marcus, Matthäus, Lucas, Johannes. En een van de dingen die opvallen is dat in Matthäus en Lucas vrij veel passages, echt tientallen zijn die vrijwel letterlijk hetzelfde zijn. En hier is er eentje, Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het woord rein. En bij Lucas is dat vrijwel woordelijk met één kleine verschuiving hetzelfde. Dan kan je natuurlijk zeggen, oké, dat is namelijk een gebeurtenis die zij allebei beschreven. Maar het gaat erom, hun beschrijving is ook gewoon taalkundig, het is gewoon dezelfde zin in feite. En dat wordt niet meer als een heel groot mysterie gezien, omdat het bekend is dat zij beide het Marcus-evangelie kenden. En het daarvan hebben overgeschreven. Marcus die heeft namelijk ook die zin. Dus dat is duidelijk. Het is opgehelderd dat Marcus eerder was en dat ze dat kenden. Dus oké, mooi. Dat is een voorbeeld van een common cause. Zoiets wat als een soort wortel in het verleden ligt. Dat vertakt naar twee richtingen. En daar vindt de coïncidentie plaats. In feite dat ze dus beide precies dezelfde beschrijving hebben. Maar er is dus een hele duidelijke reden voor. Oké, dat is nog niet alles. Er zijn ook passages die hetzelfde zijn in Matthäus en Lucas, die niet in Marcus staan. Bijvoorbeeld hier, toen hij, dat is Johannes de Doper, zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen allergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? En dat staat in Lucas vrijwel hetzelfde. En dan is er een klein mysterie, want dat hebben ze niet uit Marcus, omdat die dat niet beschrijft, die gebeurtenis. Nou, dan zijn er twee theorieën. De ene theorie is dat er ook een common cause is, namelijk dat er een evangelie is genaamd Q voor kwellen, wat zoek is geraakt. Maar wat Lucas en Matthäus allebei kenden en die passage daarvan hebben overgeschreven. Dus dat is een mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat er wel degelijk directe beïnvloeding was. Namelijk, dan is vaak de idee dat Lucas toch iets later was dan Matthäus en het van hem had overgeschreven. Hoewel daar ook weer heel veel tegen pleit. En ook die Q-hypothese, daar pleit ook weer heel veel tegen. Dus dit is onopgehelderd, maar het zal toch wel een van die verklaringen zijn. Dit is te toevallig. Dus, ook als de onderlinge gebeurtenis, de onderliggende heeft plaatsgevonden, dat ze dat precies zo opschrijven, dat kan haast niet. Dus dit is ter illustratie van wanneer het niet een coïncidentie is. Namelijk als er of een common cause is, dus de wortel in het verleden die tot beide takken of beide verhaallijnen aanleiding geeft. Of er is wel degelijk directe beïnvloeding. Dus in die zin vaak, dat is het ogenschijnlijke, dat die coïncidentie, dat het niet duidelijk is uit het eerste gezicht dat dit zo is. Dus bij Marcus is dat dan wel duidelijk, maar dus bij die andere passages is het op het eerste gezicht, is er niet een reden dat ze dat allebei opschrijven, maar daarom zijn er die hypotheses, die is er dus vermoedelijk wel. Maar daarvoor is diepere analyse nodig en dat is heel vaak het geval. Nou, dan heb je nog steeds denkend over coïncidentie. Dus zelfs als die common cause er niet was of de directe beïnvloeding er niet was, dan is nog steeds de nuchtere reactie, is het nou zo erg als het gewoon toeval was? En dan blijkt uit psychologisch onderzoek en ook uit mijn eigen ervaringen in een kennissenkring, dat mensen heel slecht zijn in het inschatten van kansen. Dus bij de definitie van een coïncidentie hoort, dat is dat begrip verrassend. En iets wat eigenlijk heel waarschijnlijk is, dat zal zeker niet verrassend worden gevonden. Dus dat kan geen coïncidentie zijn. En daar zijn wij dus slecht in. En een typisch voorbeeld wat dat illustreert is het zogenaamde verjaardagsprobleem. Dat is hoe groot is de kans dat in een groep van N mensen minstens twee op dezelfde dag jarig zijn. Als je dat vanuit jezelf redeneert, dan denk je, dan moeten er ongeveer 300 mensen erbij zijn om die kans een beetje groot te maken.
Maar in werkelijkheid is die kans al 50% voor NS23 en voor NS100. En u bent met meer, is de kans vrijwel 1 of 100%. Dus als wij dit zouden uitzoeken, zou vrijwel zeker blijken dat er hier twee mensen in de zaal eenzelfde verjaardag hebben. Hoewel we ver onder de 365 zitten. Dus de fout die je maakt bij het inschatten van dit soort kansen, dus die schat je over het algemeen veel te laag in. En vindt het daardoor heel erg bijzonder als er twee mensen dezelfde verjaardag hebben. Is dat je eigenlijk vanuit jezelf redeneert. Ik heb die verjaardag, bij mij is dat trouwens ook nog 9-11, 11 september. En hoe groot is de kans dat iemand ook die verjaardag heeft? Maar het punt is, hoe groot is de kans dat twee willekeurige personen uit die groep. En dat geeft een compleet andere berekening. En dat is die change perspective leus van de RU, zoals sommigen weten, daar was ik niet zo'n fan van. Maar in dit geval is het wel goed om dat te beseffen. Dus bij het berekenen van kansen moet je een soort perspectief kiezen. En van wie ga je uit? Een ander voorbeeld is het veelvoudig winnen van een loterij. Dus als je in de krant leest dat die en die twee keer op rij de loterij in New Jersey of zo heeft gewonnen, dan denk je, jeetje, dat is wel terecht dat dat in de krant komt, zeg. Wat een geluksvogel. Of het is gemanipuleerd. Maar als je je afvraagt of twee of één persoon ergens ter wereld twee keer een loterij ergens ter wereld heeft gewonnen, nou, er zijn heel veel mensen en heel veel loterijen die kans is moeilijk te berekenen, maar die is duidelijk veel en veel groter. Waardoor het belachelijk is als dat in de krant komt zelfs. Dus hier ga je ook weer eigenlijk uit van jezelf. Nou, dat ik de loterij twee keer op rij win, dat is eigenlijk zo onwaarschijnlijk dat het, daar moet iets aan de hand zijn. Zelfs als je vier keer de loterij wint, en dat is ook gebeurd, dan is zelfs de kans op de juiste manier berekend heel klein. Maar dan kan je ook achter de verschijnselen gaan vragen. Dus daar zijn voorbeelden van en die zijn ook uitgezocht. Dus het enige geval wat ik zelf ken en ook heb opgezocht hoe dat zat, dat was iemand die was wiskundige. Dus die had ten eerste al bekeken in welke loterij zij het meeste kans had. Ze was zelfs niet alleen wiskundige, maar statisticus, gepromoveerd in Stanford, een heel goede universiteit. Van de winst van haar eerste loterij had ze heel veel loten gekocht in dan weer de volgende kansgevende loterij. Ze won heel veel jaren niet, maar toen er geld bijna op was, toen won ze die tweede. En daar kocht ze ook weer steeds meer loten van. Dus de hele rol van toeval is compleet anders dan je zou denken. En er is dus eigenlijk niks gemanipuleerd en ook geen hogere regie. Dus change perspective. Dan tenslotte, en dat is ook een manier om toch enigszins schouderophalend over dat soort coïncidenties als bij Stephen Hawking te denken. En ook van mijn piloot dan, die ik in Cambridge heb ontmoet. Ook heel onwaarschijnlijke gebeurtenissen die moeten gebeuren als er maar veel gebeurtenissen zijn. Er is een erg leuk boek van David Hand, dat heet The Improbability Principle. En het is gewoon een soort catalogus daarvan. Maar om één soort abstract voorbeeld te geven, dus als de kans dat iets je overkomt per dag 1 op de miljoen is, bijvoorbeeld in de VS, dat is Amerikaan, dat je bijvoorbeeld vermoord wordt. Denk je nou 1 op de miljoen, dat is wel heel weinig, ik ga veilig over straat. Maar in feite, er zijn 250 miljoen mensen in de VS en er zijn 365 dagen. Dus er zijn 100.000 moorden per jaar. En hoe onwaarschijnlijk ook, als er maar een groot genoeg pool van gebeurtenissen is, dan gebeuren, zelfs met die loterij. Dus zelfs als deze mevrouw die vier keer won, niet loten had gekocht en niet wiskundig was. Ik haal mijn schouders daarover op. Er zijn gewoon heel veel loterijen en heel veel mensen die daaraan meedoen. Dus dat geeft een nuchtere visie, behalve dat er één een soort absolute weerlegging van iedere nuchterheid lijkt te bestaan. En dat is wat heet fine-tuning for life. En ik zal dat niet heel uitgebreid behandelen, maar het idee is dat de claim dat als bepaalde parameters in de kosmologie ook maar een tikje anders waren geweest, dan had het heelal er heel anders uitgezien en was levendloos geweest. En er zijn echt tientallen voorbeelden van, maar degene die vrij makkelijk te begrijpen zijn, bijvoorbeeld de massadichtheid, zeg maar de hoeveelheid materie per vierkante meter of vierkante kubiek lichtjaar, beter gezegd. Dus die heeft een bepaalde waarde en als die iets groter was geweest, was het dus meer zwaarte en dan was het heelal al veel eerder ingestort. En waren er nooit zonnestelsels gekomen.
Maar als hij te klein was geweest, die massadichtheid, dan wint de expansie van het heelal en dan was alles uit elkaar gevlogen. En dan was er ook geen structuur geweest. Dat is één ding, maar je hebt ook nog op een gemiddelde, want dit gaat over gemiddelde dichte, je hebt fluctuaties rond het gemiddelde, die moeten ook precies de juiste grootte hebben die ze ook hebben. Dus als er fluctuaties op het huidige gemiddelde te groot waren, dan waren we allemaal in zwarte gaten opgedeeld en was er ook geen leven. Als die fluctuaties te klein waren, dan waren er geen melkwegen gevormd. En zo kan je ook door de hele deeltjesfysica lopen, dat zal ik nu niet doen. Maar het beeld is, de Penrose is nog steeds, ook in de 90 inmiddels, een groot mathematisch fysicus die dit vindt. En die heeft dit plaatje laten tekenen, dus alsof je echt met een naald in een heel klein gebiedje prikt van de ruimte van alle mogelijke. En daar zitten we. En overal buiten dat gebiedje is er geen leven. Dus dat lijkt toch iets wat met alle nuchterheid heel moeilijk aan te pakken is. En daar wil ik gewoon twee visies op geven. En iedereen mag zijn of haar geld op een van die twee zetten. En daar kunnen we het over hebben. Dus de ene visie is zeg maar een soort christelijke, gelovige visie. Theism is een heel zwakke versie eigenlijk van religie. It provides a very neat explanation of this fine-tuning. Fine-tuning is an example of the sort of order we'd expect to find in a universe created by God. God would have reason to bring about valuable things like a community of embodied moral agents. We must compare God's reasons for creating a fine-tuned universe with the absence of any reason for a finely tuned universe given atheism. Such a complex and valuable state of affairs is much, much, much more likely given theism than chance. Dit is een visie die kanstheoretisch gezien fout is. Dus je kan in feite een hele kansrekening opzetten. En daaruit blijkt dat dit soort aanname juist zich tegen fine-tuning keert. Dus voor zover je kansrekening kan doen over scheppingen en God en bedoelingen, dat is ongelooflijk verdacht. Maar als je daarin meegaat, dan vind je juist dat eigenlijk een schepper dit niet zo had moeten aanpakken. Het huidige heelal is dus een soort koorddanserij, waarvan de kans extreem groot is dat je eraf valt. En dan was er niks bereikt. Dus een robuust heelal, wat onder heel veel verschillende variaties ook nog hetzelfde had opgeleverd, is veel voor de hand liggender vanuit dit perspectief. Dus dit perspectief is zeg maar wiskundig fout, maar inhoudelijk misschien correct. Het perspectief wat ik aanhang is wat cynischer en uitgedrukt door een belangrijk filosoof, John Ehrman, heel fraai. So, zijn reactie op dit hele probleem is: a mild form of satire may be the appropriate antidote. Imagine, if you will, the wonderment of a species of mudworms who discover that if the constant of thermometric conductivity of mud were different by a small percentage, they would not be able to survive. Dus hij lacht dit gewoon uit. En de reden ligt in een soort evolutie, maar op grotere schaal. En dit is volgens mij het juiste standpunt, maar niet bewijsbaar. En het laatste wat ik wil laten zien, en dan ben ik er, is dat je dit kan opblazen tot twee heel verschillende visies op toeval, en dan in dit geval coïncidenties in het algemeen. Dit zijn Duitse citaten, dus die heb ik maar vertaald. Dus Engels, dat kan volgens mij nog wel, maar Duits kan bijna niemand meer. En in eerdere voordrachten over toeval vraagt altijd iemand over Jung, en dus ik heb er ook maar eentje van Jung. Voor ik ze voorlees, en dan ben ik ook klaar, er is een polarisatie echt. Dus hoe meer je over toeval nadenkt, hoe meer je eigenlijk gedwongen wordt om een standpunt te kiezen. En dat is een van deze twee standpunten wat mij betreft. Misschien is het een nuance voor NRC-lezers, maar ik heb die niet. Dus Jung, die zegt, als de zinvolle coïncidentie, oftewel het dwarsverband van gebeurtenissen, niet kausaal kan worden verklaard, dan is het verbindende element de zin. We denken zoveel van de psyche te weten dat we haar geen tovermacht kunnen toekennen en het bewustzijn al helemaal niet. Dus hij het hele subjectieve van coïncidenties, die hij synchroniciteiten noemt, dat heeft hij heel sterk in gedachten. Als we dus de aanname overwegen dat één en dezelfde transcendente zin zich zou kunnen openbaren in zowel de menselijke psyche als in de gelijktijdige configuratie van externe en onafhankelijke gebeurtenissen, dan raken we in conflict met de huidige natuurwetenschappelijke en kentheoretische inzichten. Dus wat hij eigenlijk zegt over, hij zou het ook gezegd hebben over die fine-tuning for life, maar hij zegt het over meer aardse coïncidenties. Er is een dimensie die de natuurwetenschap mist. Die noemt hij zin, en veel mensen zouden die zin noemen.
En die ontbreekt in het wereldbeeld. En dat moeten wij toevoegen. Het is net als Hamlet. There are more things between heaven and earth, Horatio, than I dreamt of in your philosophy. Dat standpunt is het standpunt van Jung en van heel veel mensen. Mijn moeder bijvoorbeeld. Mijn vader daarentegen, die zou zich helemaal in het rechterlid kunnen vinden. En ook zijn zoon. En dat is Max Weber. En soortgelijk, nou, er zijn vele mensen die dit gezegd hebben. Wie, behalve enige grote kinderen die je nu juist in de natuurwetenschap aantreft, gelooft vandaag de dag nog dat inzichten uit de astronomie of de biologie of de natuurkunde of de scheikunde ons iets over de zin van de wereld zouden kunnen leren? Al was het maar een klein beetje, namelijk hoe men een dergelijke zin, als die bestaat, tenminste op het spoor zou kunnen komen. Nee, als de natuurwetenschap überhaupt ergens toe dient, dan is het wel om het geloof dat er zoiets als zin in de wereld bestaat in de wortel af te kappen. En dit wordt dus door het begrip toeval, wat Weber op zich niet noemt, echt op de spits gedreven. En mijn eigen visie, die ligt dus sterk daarnet bij Ehrman en nu bij Weber, en die vind ik in een plaatje heel mooi samen te vatten. Dat is een cartoon uit de New Yorker. En daar laat ik het ook bij. Dus dank u voor uw aandacht. En wie weg wil, mag natuurlijk weg. Dat had ik eerder gezegd. Maar ik vind het ook leuk om vragen te beantwoorden en een discussie te voeren. Dus ietsje over tijd. En wie een trein wil halen, moet dat doen. Maar als iemand iets wil zeggen of weerleggen van wat ik allemaal hier te berden, heel graag. Of zelf een leuk voorbeeld van een coïncidentie heeft. Ja. Is het niet een beetje prematuur om over toeval en coïncidentie en al dat soort zaken te praten bij onze huidige kennis van de wetenschap? Want ik denk dat een van de dingen die we toch wel zeker weten is dat onze wetenschap heel erg onvolledig is. Nee, de vraag is, ik weet niet of iedereen het goed heeft gehoord, is het niet prematuur om over toeval überhaupt te praten en coïncidenties, omdat we met de huidige stand van de wetenschap te maken hebben en dat kan veranderen? Nou, hier is een zo lang antwoord op dat ik het misschien niet zal geven, maar in samenvatting, als je neemt toeval in de vorm van de oorsprong van kanker, kan dat beeld kantelen. Dus het kan zijn dat daar over 5 jaar alweer anders over wordt gedacht en er is zelfs al een soort tegenbeweging van oncologen, tegen die echt toevallige kijk op kanker. Kwantummechanica, dat zijn hele harde stellingen. Dus die gaan uit van zelfs onbekende natuurkunde die nog kan worden ontdekt, die zal niet veranderen het beeld dat die botsingen absoluut toevallige eindproducten hebben. De vraag is wat dat voor ons betekent, maar wetenschappelijk is dat een vrij duidelijke zaak. Coïncidenties. Dus als iemand Jung volgt, dan zegt hij eigenlijk dat dit zal de natuurwetenschap nooit ophelderen. Dus in die zin ga ik ook niet helemaal met u mee. Die keuze die staat los van de tijd en de kennis die we hebben. Je moet gewoon of inzetten op zin of op compleetheid van het natuurwetenschappelijke wereldbeeld, nu of over 100 of 1000 jaar. Maar ik geloof dat dat kwalitatief niet verandert, dat we die keuze hebben. De voorbeelden veranderen misschien die iemand inspireren om de een of de andere keuze te maken. Maar ik geloof dat dit eigenlijk een tijdloze zaak is. En heel veel van die discussie hadden ook de oude Grieken al kunnen voeren en hebben dat zelfs ook gedaan. Dus ik ga voor een deel mee, maar niet helemaal in de vraag. Het zou niet zo zijn, want Max Planck die had al het einde van de 19e eeuw zijn van natuurkunde af. Maar misschien weet dat er ook iets van relativiteitstheorie kan zijn. En kwantummechanica. Dat de kwantummechanica. Ik kan me ook niet voorstellen, maar wij kunnen ons... Nee, dat is inderdaad, zeg nooit nooit. Inderdaad dachten bijna alle fysici rond het eind van de 19e dat de natuurkunde bijna af was. Nou, hij is nog nooit zo sterk veranderd als kort daarna. Het kan zijn dat onze hele kijk op biologie en evolutie op zo'n manier verandert. Ja, en dan veranderen de details van deze discussie, maar nog steeds niet... Die polarisatie, dat je echt volgens mij op het een of het, je accepteert zin als iets wat buiten de natuurwetenschap valt, of je doet dat niet. Volgens mij blijft dat altijd zo. Ik denk het ook, maar ik weet het niet zeker. Nee, dus als wetenschapper weet ik ook nooit iets zeker. Dus, ja? Ik zou nog af te vragen, ik weet niet of ik voldoende helder formuleer, in hoeverre de poging tot wetenschappelijke verklaring van toeval niet ook een metafysische component heeft die de discussie misschien niet eenvoudig op zou maken. U noemt bijvoorbeeld het voorbeeld van dat er maar één genreplicatie fout gaat in die
Je zou ook kunnen zeggen dat, dat alle replicatiepogingen die kleiner of groter aantal dan één behelzen, er inmiddels niet meer zijn in de evolutie. Nee, dat is precies het geval. Ja, en, ja. En zo ook zou je kunnen zeggen dat dat heel wankele koord wat het heelal volgens de theoretisch bekende begrip van dit moment is, dat dat er misschien één is van de vele die er niet meer zijn. En dat kun je nooit wetenschappelijk bewijzen. Nou, dat is een heel interessant. Nee, dat klopt. Dus het idee dat inderdaad dat fine-tuning probleem ook een soort evolutie was. Dat er heel veel heelallen en heel veel verschillende natuurwetten zijn. Dat is ook kanstheoretisch trouwens door te rekenen. En dat is ook niet doorslaggevend. Dus die vorm van toeval keert zich ook tegen het voorstel dat dat zo zou zijn. Maar ik ben het wel eens met de spirit van de vraag. Dus al die dingen zijn uiteindelijk gewoon heel onduidelijk. Dus dat, dit moeten wij toegeven. Niets is zeker. Nou, nog één vraag en dan is wel zeker dat we ophouden. In hoeverre wordt een proces dat door toeval wordt aangestuurd, maar niet een proces waarbij het proces zelf niet toeval is, wordt dat ook toeval gerekend? Ik zal als voorbeeld geven die foto die je liet zien van die dobbelstenen. Stel dat die dobbelstenen gegooid werd door een machine die puur volgens toeval werd, de kwantummechanische. Is dat dan nog steeds toeval? Nee, dan wel. Het gaat, dat is wel, was eigenlijk de vraag is, het is eigenlijk gewoon wat ik in het begin zei, je moet de oorsprong van, van de productie van toevalsgetallen kennen om te laten zien dat het een toevalsgetal is. En die les, dat zegt u terecht, is eigenlijk veel breder. Dus die foto uit de NRC, die is 1000 keer is genomen voor die acceptabel was, als er inderdaad een soort kwantummechanische werpmachine zou zijn geweest, die iedere worp toevallig echt volgens de strikte definitie van zuiver toeval geeft, dan zou het wel toevallig zijn. Alleen weet ik dat gewoon de assistent van de fotograaf alsmaar heeft zitten gooien. Maar het bevestigt inderdaad het beeld, misschien had ik dat nog duidelijker moeten zeggen, dat voorbeeld van die twee getallen, dat gaat eigenlijk heel ver. Dus dat je de oorsprong van een proces moet kennen om te weten of het toevallig is of niet. En dat je het niet aan het proces zelf, in veel gevallen in ieder geval niet aan het proces kan zien. Dat is volgens mij een hele diepe waarheid over toeval. Dus soms als er alleen maar één is, dan zie je het wel. Maar als iets toevallig lijkt, dan moet je meer weten dan alleen maar die schijn. Dat was ook een discussie die wij eerder hadden tijdens deze lezing op een ander punt. Je moet eigenlijk aan de bron zien te komen van het proces om er iets over te kunnen zeggen. En dat is vaak heel moeilijk en ligt achter de verschijnselen. Dat zou dus kunnen betekenen dat die tors van die scheidsrechter nog steeds echt toeval is. Omdat het niet zijn dat de spierplot aangestuurd wordt. Nee, dat klopt. En dat geldt ook voor die DNA-mutaties. Dus er is ook een theorie dat door kosmische straling komt. Nou, die wordt door kwantummechanische processen ergens in het heelal gegenereerd. Dus dat is allemaal waar. En dat verandert alleen maar de lijst voorbeelden, vind ik. En niet die polarisatie. Nee, dat is dan te weinig. Maar bent u chemicus? Dan kunnen we het daar. Nou, er is een soort kwantummechanisch proces, de tautomeren. En daar komt het volgens mij door. En dat is puur kwantummechanisch. Maar dat verandert volgens mij niks aan de interpretatie van het hele verhaal. Maar nu mag u van mij weg. Dus dank voor de. Oh, sorry. Ontzettend interessante verhaal. Voordat u gaat, voor iedereen die het Radboud Richards programma gevolgd heeft, is er straks aansluitend in het Elinor Ostrom gebouw nog een borrel met een hapje die voor u klaar staat. Dus daar bent u van harte welkom. En dank u wel voor uw komst. Oké. Ja, dat gebouw is dus in het sportcentrum, hè? Dat is in het gymnasium. Weet iedereen dat? Ja, weet iedereen dat? Ja, het bestaat pas sinds een half jaar.